Dat ik mee moest, al was het maar voor 5 minuten. Het was zo'n feestje waar de jongens en meisjes de rollen van mannen en vrouwen spelen. Ik stond op het punt om te vertrekken toen de deur openging en de plaat bleef hangen. Ze kwam aanzetten met tassen vol flessen waarvan niet alle met wijn waren gevuld. Niet dat het iets had uitgemaakt als we hadden geweten wat. We dronken alles alsof het water was. Alleen het groene spul bleef onaangeraakt staan. Niemand die ik sprak kende haar naam, maar ze liep de kamers kapot alsof ze hier al jaren kwam. Ze verdween voor een hele tijd in de allerachterste kamer en even later zag ik haar uit een bezemkast komen. Het was alsof ze het appartement over haar jurk had aangetrokken en alles als een sleep achter zich meetrok. Er was een moment waarop ze de stereo kort sloot en de vloer desondanks weer aan het dansen kreeg. Ik praatte met iedereen die avond, maar met niemand meer dan 5 minuten. Ik kreeg minder. Ik vond haar op het balkon, ze hing over de reling op het randje van voorover. Ze zei, ik ben een zwaan. En of ik haar drankje even vast wilde houden. En dat was het moment waarop ik voor het eerst in mijn leven stotterde. Zij liep naar binnen. Een half uur later liep ik met een warme Bloody Mary in mijn hand achter haar aan en bleek dat ze al 20 minuten weg was. Dave zei dat ze mijn vest had en zo'n meisje is niets voor jou. Niets voor jou, niets voor jou, niets voor jou. Is niks voor jou. Want een fladder aan een saai kan niet denken aan een langere termijn. Eén moment kan alles zijn, euforie, maar verandert dan in spijt. Het bevalt een tijdje, maar dan komt de spanning tot een einde. Ze is bang zich toe te wijden aan iets en zorgt krampachtig dat ze niet de vrijheid verliest. Dus zelfs wanneer jij je versiert en het klikt, zal ze zweren dat het niet aan je ligt. Fuck it. Ze laat zich rijden door whatever waar ze zin in krijgt. Maar alles wat ze onderneemt is zelden een begin of eind. Ze kan zich laten gelden als ze prikkels zijn. Ze is zo'n type dat liever zet als jij een film kijkt. De vluchtig om te vangen, berucht om haar verlangen. Nooit geleerd de lage vruchten daar bewust te laten hangen. Een meisje dat de kleuren van haar haren graag verandert. Te vaag en impulsief om ooit iets rustig aan te vangen. Ze verzint, ze verslimt, ze is een vlinder. Begin er niet aan, vriend, iedereen bemint er. Ze is spontaniteit, ze is spanning, ze is waaien met de wind. Wind mannen om haar vinger, weet niet waar ze aan begint. Bevindt zich in het dichterlijke midden tussen vrouw en kind. Vandaar dat ze makkelijk vertrouwen wint. Maar uiteindelijk gaat zij onstuimig heen, omdat ze het benauwend vindt wanneer je haar de ruimte geeft. Ik ben dus Lucy, zei ze. En volgens mij is dit jouw vest. Ze stond op de stoep voor mijn deur en stak een plastic tas naar me uit. Ze zei, ik heb het gewassen. Ik nam het aan, gaf haar mijn naam en vroeg, ben je nog steeds een zwaan? Ze zei, nee, vandaag ben ik meegaand. Ze vroeg of ze binnen mocht komen, maar wachtte mijn antwoord niet af. In plaats daarvan rende ze de trap op de keuken in. Ik zei, Lucy, maar nog voordat ik daar iets aan kon toevoegen, riep ze van boven. Mensen noemen me niet zo. En voordat je verder vraagt, dan moet je zelf maar achterkomen. Net zo min kom je te weten waar ik woon. Ik gaf een huisgenoot de schuld van de troep. Ze zei daar niks op, ging zitten en veegde een plekje voor haar op tafel vrij. En stelde voor dat we van feiten ruilden. Ik vertelde haar wie ik was en wat ik deed. Ik schonk koffie in een glas van een videotheek. Op haar glas stond een poster van Amélie. We moesten ruilen, want ze vond die Poulin een kutwijf.
Ze vertelde dat ze in een wasserette werkte. Ik krijg betaald om te kijken hoe dingen draaien. Kleren, zei ik. Zij ook. Ik vroeg haar waar ze vandaan kwam, maar volgens haar kon ik veel beter vragen waar we naartoe gingen. Dat is nog geen antwoord, zei ik. Zij, nee, nog niet. Tot zover het fragment van Lucy. De complete voorstelling is vanaf eind september te zien.